Ja, leuk dat u weer kijkt naar een nieuwe Aan tafel bij Omroep Hulst. We zitten weer gezellig aan tafel op het steen in de Warande. En ik heb vandaag Rinus Meesen. Hij is festivaldirecteur van Festival Zeeuws-Vlaanderen. Misschien gelijk om te beginnen, Festival Zeeuws-Vlaanderen. Wat voor een festival is het? Dat is een festival klassieke muziek in zijn diversiteiten. En we gaan door heel de regio met een 10 à 11 concerten in de maand oktober. In dit geval van 7 tot en met 29 oktober. En we starten in Hulst. We starten in Hulst, want het is in heel Zeeuws-Vlaanderen, ja. Maar één gemeente is gastgemeente. Ja, jaarlijks is er een van de gemeentes gastgemeente. En in dit geval is dat Hulst. Volgend jaar is het weer Terneuzen. En dan is het weer Sluis. Mm-hmm. Maar nu is het gastgemeente. En starten we op 7 oktober. In het stadhuis komen we samen met genodigden. Cultureel betrokkenen. Met een woordje welkom van de lokale burgemeester in dit geval, meneer Hageman. En nog een prominente spreker. En dan gaan we na de officiële deel gaan we naar het concert in de Basiliek. Ja. Het is de 34e editie van het festival. Ja. Hoe lang draait u al mee als directeur? Dit is mijn 18-19e editie. Ja. Dat is toch al een tijdje. Ik dacht, laat ik dat maar eens doen. Want ze hebben me gevraagd of ik het festival wilde doen als zakelijk directeur. En nu pak ik ook het artistieke deel mee. Want hoe is dit festival op uw pad gekomen? Op mijn pad? Ja, ik ben altijd nogal in cultuur betrokken. Ik ben eigenlijk, ik heb altijd bij een groot Amerikaans bedrijf gewerkt hier in de regio. En, niet na de tijd. Maar altijd cultuur daarbij. En vandaar, dan krijg je ook een netwerk en je komt in de picture. En dat was dan kunst en poëzie, net over de grens in Assenheden. En later kwam daar jazz bij. En muziek, en dat sloeg nogal aan. Want eigenlijk daarvoor, u was dus al, cultuur was voor u al grensoverschrijdend. Ja, een onderdeel. Ik heb altijd wel iets met cultuur. Mm-hmm. En waarom juist dan ook dat stukje van over de grens? Mijn vrouw was van België. Ah, en vandaar dat ik die contact had. Ja. En dan kunstgaleries en zo meer. En dat is dan ook wel een makkelijke stap. Ja, nee, dat begrijp ik. Ja. En hoe trof u het festival aan toen u stokje over. Oh, dat was best een solide, maar ik vond dat er weinig rugbaarheid aan gegeven werd. En, op welke manier? Of hoe, Ja, de publiciteit. Er was geen logo. Ik heb, wat nu de logo is van het festival, dat heb ik ontworpen en dan gerestyled. Waren er dan ook geen flyers of geen? Er was een boekje, maar dat was dus, moet ik het zeggen, mijn voorganger niet afkraken. Nee, dat maar is niet sympathiek. Tuurlijk. Maar behoudend. Ja. Zoals je dus verwacht bescheiden. Van klassieke muziek, dat die drempel hoog is. En mijn mantra is van kom ontdekken hoe modern klassiek kan zijn. Ja. Want dus is dat nog steeds is het een drempel, klassieke muziek? Nee, mijn is optiek het niet. Maar ik ben natuurlijk een slechte beoordeler daarvan. Ik zie wel een heel gevarieerd publiek, ook van jeugd tot oudere mensen. Mm-hmm. De liefhebbers en de ontdekkers, want de mensen moeten ook een nieuwe uitdaging aan kunnen gaan. En het festival is een hoogcultureel evenement. Ik zeg wel eens met een overdreven zin, we zijn het culturele boegbeeld van de regio. Maar we hebben een uitstraling, omdat we dus de kwaliteit brengen. Dus het is randstadniveau qua kwaliteit. Ze kijken vanuit de Randstad naar Zeeuws-Vlaanderen, van hoe doen ze dat daar? Want u haalt echt een grote orkest. We halen een grote orkest deze haalt kant op. Haalt u deze kant op? Ja, dan moet je voor naar Amsterdam, Eindhoven, Breda misschien. Om daar eenmalig, maar hier kan je ze op een periode van 3 weken... kan je grote orkesten internationaal en nationaal tegenkomen. Ook grote dirigenten zijn al gepasseerd. Jaap van Zweden, Philip Herwegen, Konrad van Alphen. Dat is mijn vaste dirigent als het ware. En ook een cultureel of een artistiek mede-organisator. Ja. Hij reist over heel de wereld en dan komt hij wel eens weer met ideeën. Daar heeft hij dus ook Berliner aangedragen. Daar zijn we ook een paar jaar mee bezig geweest. In die afgelopen 2 jaar van corona, dan moest het 2 keer gecanceld worden. Omdat men het risico, kijk, de kostenfactor is ook belangrijk. Ja. Maar men komt met 1 bus of met 2 bussen of met 3 bussen als de afstand gerespecteerd moest worden. En dat is eigenlijk praktisch en ook financieel. Dan liep uit de klauwen met dat was niet in verhouding.
Als we naar, wij hebben een heel mooi flyer voor ons liggen. Die zijn ook thuis verspreid bij de mensen. En er staat inderdaad een behoorlijke programmering op. Want het is Festival Zeeuws-Vlaanderen. Hulst is de gastgemeente. Maar er zijn orkesten en muzikanten in heel Zeeuws-Vlaanderen te zien. Ja. Hoe ziet dat festival er een beetje uit? Dat is over een periode van een paar weken. Ja, we beginnen dus in Hulst. Dan gaan we naar... Dan moet ik even spieken. Dat mag. Anders moet je het gaan ondertitelen. En dat is ook niet de bedoeling. Nee, natuurlijk. Maar even zo globaal. En dan gaan we naar Oostburg met Sinfonia Rotterdam. Die opent dus in Hulst met een heel mooi programma. Ja. En opening waardig, waar dus genodigden en dan Hulst... iedereen is welkom. Ja. De drempel is laag. Kom ontdekken hoe modern het is. In de basiliek, hartstikke mooi. En dan gaan we de andere dag naar Karel Kraino. Nou, die heeft weinig introductie nodig. Ja, hele bekende muzikant. Dan gaan we naar het Leeltheater. Vanaf het Oostburg gaan we de zondagmiddag naar Filipine met Jan-Willem Rozenboom. Daar kan ik zeggen dat de vaste begeleider is van Guus Meeuwis. Kijk, die staat op een klassiek muziekfestival. Ja, hij is een van de getalenteerde klassieke muziekpianisten van Nederland. Maar hij componeert ook zelf, maar hij is een autoriteit op het gebied van klassieke muziek. Hoe zijn jullie met hem in contact gekomen? Hij stuurde een kaartje. Hè? Dus ik kreeg heel veel aanbod op het festivalkantoor. En daar kan je een selectie uit maken. En daar stond onder andere Guus Meeuwis. Ik zei, nou kijk. Hè? Ja, dat vond wel interessant. Mix, Bijvoorbeeld Brabant, dat liedje, dat heeft hij gecomponeerd op tonen van de Goldberg-variatie van Bach. Dus dat komt ook uit de klassieke muziek. En dan geeft hij op die zondagmiddag geeft hij op een hele prettige manier ook introductie van dit is dat werken. Dus de bezoeker die wordt daar met een prachtig pianoconcert, maar ook een stukje educatie. Ja. Is dat belangrijk in het festival? Ik vind dat wel, want dan gaat er meer diepte in. Dan krijgt het meer ziel. Hè? Terwijl muziek is emotie. Hè? Maar klassieke muziek, dat emotioneert nog meer. Hè? Pop, dat kan opzwepen. Ja. Hè? Popmuziek, kijk, ik ben ook voor popmuziek. Hè? Coldplay of... John Mayer of Rolling Stones, ik vind dat prachtig. Ja. Maar klassieke muziek, dat kan je soms zo raken, dat je zegt van, hé, wat emotioneert dat? Ja. Met pop is het happy. Ja, ik snap het. Zeg maar zonder de hele programmering helemaal af te gaan. We spelen op verschillende plekken, grote theaters, zoals het Schelde Theater, maar bijvoorbeeld ook in het Hof de Zandenkerkje. Ja. Klooster Zanden veel intiemer. Ja. Hoe komt zo'n programmering tot stand? Dat zoek jij ook zelf uit? Daar is veel, zoals ik al zei, ik heb nu al ik zou 3 festivals kunnen organiseren. Omdat ik dus een groot aanbod heb. Ja, en dat is ook, ik noem het ook maar een klein stukje componeren. Mijn thema is nu composities. Oh ja, dat is wel een goede inderdaad. Ja, ja. En dan staat er muziekcompositie geplaatst in de tijd van een veranderende wereld. Ja, ja, ja. Ik schrijf zelf ook een beetje, helder van poëzie. Ja. En dat ontviel me, dat schoot in mijn gedachten. En dan moet je zien in die tijd dat dus Oekraïne in beeld kwam. Ik was op een tentoonstelling van Karel Willink, de grote Nederlandse schilder. Mathilde Willink, wel bekend. En ik zag daar een van zijn eerste werken. En toen dacht ik, hé, zoiets. En dan composities. En dat heb ik dan aan een vriend voorgelegd, een fotograaf. Of hij iets kon creëren wat dus... Het kleurrijk en zo meer. En dat is dus de voorpagina van de Drielux Flyer. Want is ieder muziekstuk een compositie of is dat te makkelijk gezegd? Het is componeren natuurlijk. Ja. Hè? Men componeert het voor blazers, voor strijkers, voor slagwerk en zo meer. En dat kan je compositie. Je kan het van een kwartet tot een groot symfonieorkest. Hè? En dat hebben we ook. We hebben van een solist tot 75 muzici. Ja. En dat loopt. En zoals u al zei, van... het grote theater, van intiem naar theatraal groots. En bijvoorbeeld 4 jaar bezig geweest met filmmuziek. Iedereen die kent filmmuziek. Ja. En dan krijg je van die aha-momenten. Aha, dat is Once Upon a Time in the West. Of dat is E.T. Of dat is Dr. Zhivago. Ja. Of Schindler's List. Nou, stel je maar eens voor dat je een film zit te kijken zonder dat de muziek... Dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niks. Ja. En op die 14e is dat dan. In het Schelder Theater heb ik Jan Doens. Dat is de directeur van Film by the Sea. Mm-hmm. En die gaat even van tevoren uitleggen... van wat is nou filmmuziek? Hoe belangrijk is dat als ondersteuning van een film? Ja, dus echt vanuit de discipline film. Ja, en ik vond het een autoriteit. En dat komt mee en die is ook bereid. In Zeeland moeten we ook een stukje samenwerking creëren. En zeker. Dat is met Jan Doens. Die gaat het dan... doen. En is het dus ook een beetje dat educatieve absoluut. Hier? Ja. Dus dat doe je niet alleen bij de kleine... Is er in de programmering iets waar u zelf specifiek heel erg naar uitkijkt... of waar u heel erg trots van bent dat ze komen? Dat is een beetje
moeilijk, omdat je natuurlijk, ik zie overal highlights en ja. Ik zie die locatie en de diversiteit is voor mij belangrijk. Het hoeft niet experimenteel, daar zijn we hier in Zeeuws-Vlaanderen niet direct op. Het hoeft ook niet te populair, hè. Het hoeft niet altijd de bekende, of kijk, Vivaldi, die hebben we al een paar keer gehad. Ja. Hè. Iedereen vindt de vierjarige tijden hartstikke mooi, ik vind het ook mooi. Maar op een gegeven moment moet je het even laten rusten en dan zeggen, waarom niet eens een keer Rachmaninoff? Even wat andere dingen. Of Chopin, of theatraal, of een beetje een groot orkest. En dan zo'n geluidswal en dan een concert live bijwonen, dat geeft echt veel indruk. En dat blijft lang hangen. Ik maar hoe anders is dat live een concert bijwonen dan? Ja, dan heb een, je de hele sfeer, hè? De hele sfeer is daar bepaald mee. De mensen die je ontmoet, het opkomen van die muzici, het stemmen van die instrumenten. Ja, de hele entourage. En dan begint het hele spektakel en dan ga je mee, dan kan je even in loslaten. En dat is een belevenis. Ja. Dat is een beleving. Hè? En werkt het zo? En als je eenmaal, ik zeg ook, die drempel omlaag, die moet daar geen vooroordelen over hebben. Het is een hogere kunstvorm en komt ervan genieten, want de prijzen, die zijn dus echt billig. Hè? Ja. Hè, want we zijn heel laag. We zitten met 10, 15 euro goedkoper dan normaal. In de Randstad betaal je dus 45, 50 euro voor een ticket en hier betalen we 25 of ja, 27, ja. 50. Maar dat kan alleen maar doordat we de subsidie krijgen. En zeg, is dat ook een specifiek doel van als je het festival organiseert? Cultuur, participatie en educatie is daar een belangrijke factor. Kijk, cultuur is een mensbehoefte. En dat wordt ook gesteund. We hebben dus Anita Pijpeling, de gedeputeerde van de provincie Zeeland, met cultuur in haar portefeuille. Die is zeer cultuurminded. Ik vind dat heel bijzonder. En ze etaleert dat ook aan alle kanten. Ze probeert te verbinden, samenwerking te zoeken. Want we hebben in Zeeland wel een 35 à 40 stichtingen, ondernemingen vanaf jeugd tot en met concertzaal. Mm-hmm. En wat hebben we nog meer in Zeeland? Mm-hmm. De muziekscholen. Ja. En die zijn allemaal verenigd in het Zeeuwse cultuuroverleg. En mevrouw Pijpeling, die geeft dan bijvoorbeeld zo signalen van kijk eens naar samenwerking. En dat doen we dan. Hè? Jan Doen, zoals ik al zei, van Film by the Sea. Mm-hmm. En zo kijken we wat kunnen voor elkaar betekenen. En cultuur en dan schooljeugd, hè, dat wil ik ook nog even iets benoemen. We gaan dus concerten geven voor iets van 780 leerlingen van het voortgezet onderwijs. Zo. Swint College, Lodewijk. Die komen daar een van die voorstellingen kijken? Dat is speciaal. Dat staat hier niet in deze drieluiks flyer. Mm-hmm. Maar het is speciaal. Er zijn 10 muzici, dat zijn docenten van muzikale en kunstzinnige vormgeving Instituut Toonbeeld uit de Neuzen. Die formeren een gelegenheidsorkest van 9 à 10 muzici. En dan gaan we dus klassiek, bij crossovers naar populair, dus dat aanspreekt bij de jeugd. Ja. En voor het Reinhard College is het dan in de Dullaard. En dat zijn 2 uitvoeringen. Ik meen op maandag of een dinsdag. 2 achter elkaar, overdag. Dus 2 keer in 120, 130 leerlingen. En in totaliteit zijn dat er 780. Waarom doen we dat? En dat bieden we gratis aan. Dat is een cadeau van het festival aan de scholen in Zeeuws-Vlaanderen. Ja. Het is misschien een beetje een gemakkelijk in te willen vragen. Hoe belangrijk is dat? De jeugd in aanraking. Want het imago is misschien toch een beetje, dat klassieke muziek is een beetje voor oude mensen. Ja. En grijs. En grijs, ja. En die heel veel of tijd hebben. En die, Maar ja, dat is eigenlijk een vooroordeel. Dat komt altijd weer terug. Wat ik dan zeg, van kom ontdekken hoe modern klassieken zijn natuurlijk een beetje haaks. Ja. Maar eenmaal daarbinnen, ik had dus bijvoorbeeld een sponsor en die zei, Rinus, ik vind daar niks aan klassieke muziek. Ik zeg, kom een keer. Hè? Ik zeg, kom een keer en neem mijn vrienden mee en ik nodig je uit en je krijgt een glas wijn van me. Nou, die was daar, ja. En die was daar en die zei, hier moet ik wezen, want ik ken ontzettend veel mensen. En hij is de eerste die de sponsoring afrondt en is totaal helemaal over. Helemaal om. Ja. En zo zie je nog meer mensen. En de schooljeugd, op antwoord op je vraag, dat is belangrijk omdat het een nieuwe aanwas is. Hè? En dan moet wat te beleven zijn. Wonen, werken, recreëren, investeren zeg ik er wel eens bij. Hè? Maar als je hier high-tech bedrijven hebt, hè, Dow, Yara, ICLIP, North Seaport, dat zijn allemaal bedrijven die op wereldschaal internationaal opereren en waar dus veel werknemers uit onze regio hun hypotheken kunnen betalen, ja. School aan de kinderen, dat we prachtige infrastructuur hebben, de gemeentes die draaien, ga ze maar door. Maar er moet ook wat te beleven zijn. Hè? Dus wonen en werken, dat is oké, maar recreëren is een belangrijke factor.
Als er niks te beleven valt, ja, waar ga je dan naartoe? Naar Antwerpen, Sint-Niklaas, moet dat? Goes, ja. Middelburg. Mm-hmm. Hulst heeft ook, we brengen het naar het publiek toe. Je hoeft bijna niks te betalen, of tenminste laag. Ja, ja, ja. En teneus en een keuze, heel divers. Maar het is altijd goed. Ik bedoel, wij worden, als we opgroeien, ook altijd geleerd dat we zomaar een aantal dingen eerst een paar keer moeten eten of drinken voordat we het lekker vinden. Ja, dat is een goede vergelijking. Ja. Dus je moet het in aanraking brengen met, is natuurlijk heel belangrijk. Volgens mij, ik had volgens mij de vraag wel gesteld, maar we waren afgedwaald. Dat kan. Naar welke act, of hoe moet ik het zeggen, welke concert kijkt u het meeste uit? Of is voor u heel bijzonder? Ja, dat is gevaarlijk. Daar zitten er een paar bij. Maar dan noem ik toch Amsterdam Sinfonietta in het Industrieel Museum. In Stadsvergem. Mooie locatie. Met dance en acrobaten. Ik laat daar een installatie bouwen van 15 meter breed bij 12 meter hoog en 10 meter diep. Waar dus de performance, dus het orkest onder staat op het plateau. En dan dat wordt ook een heel visueel. In een hal, dus het contrast. Hè, en dan probeer ik dat uit te lichten. Ja. Dat is iets, industriële achtergrond. Ja. En dat contrast, dat kan ook een decor op zichzelf zijn. Zeker. Hè? Ja. Kijk, een theater, dat kunnen wij voorstellen. Probeer ik altijd de basiliek, om even bij Hulst te blijven. Die licht ik uit met speciale lichten. Dat mag hij niet storen, maar dan ga je heel subtiel. Zie je dan die architectuur van die basiliek zie je dan veranderen. Ik kan van blauw naar geelachtig, naar groen. En dat is onbewust, maar het effect is er wel. En zo creëer je een mooie sfeer. En zeker als die dan vol zit. Want in de coronatijd, dan hadden we die afstand. Nou, dat is een killer. Ja. Want er staat niet in verhouding van de kosten die op het podium staan. Nee. En die paar honderd mensen, of die honderd mensen, of paar honderd die in de zaal zitten. Het gaat ten koste van de ambiance, het geluid dat is anders. Dat is nadelig. Nou, een volgende aanrader, dat is dan toch het slotconcert ook met Berliner. Ja, dat is niet Berliner mis. Symfonieker, Ja, en voor de eerste keer in de geschiedenis van het festival een vrouwelijke dirigent. Kijk. Niet dat het nou zo benadrukt moet worden, maar omdat het de eerste keer is, kunnen we dat zo zeggen. Ja. En zij is zeer bijzonder, een Koreaanse van Sol origine. Chin heet ze. Ja. En wat is zo bijzonder aan haar? Dat ze vanaf haar zesde jaar al in de muziek zit. En heel getalenteerd is. En, waarschijnlijk ook heel streng gedoseerd is, of niet? Wie weet, die hebben kijk, we hebben ook discipline, we moeten ons niet laten kennen. Maar dat is toch wel een fenomeen. Ja. En wat nog te vermelden is, de andere dag, dus ze komen naar het festival in Vlaanderen. En de dag daarna gaan ze naar het Concertgebouw in Amsterdam, dus de 30e. Ja, ja. Ik heb dat als meer ze hebben echt een primeur hier in Vlaanderen. Ja, dan gaan ze weer terug naar Berlijn. Maar ik heb het als meer gehad, dus om eventjes op het niveau te komen. Als het Amsterdam Concertgebouw, want daar had ik ook wel eens een keer in voor zijn. En dan komen we naar het festival. Ja, als ze daar al mogen spelen, waarom dan niet in het festival en andersom? Ja. Nee? Ik heb er ook al een keer een rapje over gemaakt van, ze kijken naar ons. Hè? Ja, precies. Ja. De ogen zijn op Zuid-Vlaanderen gericht. Ja, toch wel. En dat is toch ook iets om trots te zijn. Nee? En zeker. En dat wordt vaak door die muzici wordt dat zo ook beoordeeld. Wauw. Hey, hoe doen jullie dat? En wat fantastisch. En dan kijken ze naar het programma. Maar die kennen elkaar allemaal in de kwaliteit. Hè? Ja. Bijvoorbeeld Philippe Elan, dat is een Edison-winnaar, Franse chansons. In Porky en Best. Dat is snel, want daar gaan er niet zoveel in. Maar die intimiteit van de Porky en Best. Hè? En ook belangrijk voor zo'n cultureel podium als Porky en Best is het natuurlijk ook. Ja, is het fantastisch om dat soort muzikanten ook te ontvangen? Ja, maar als het kan, dan maken we dus gewoon gebruik van onze regionale zalen. Ja, ja, en, die, ja. en ook kerkenzalen. Ja, en gelukkig dus, hebben we heel veel mooie plekken hier in Zuid-Vlaanderen toch wel, waar we het kunnen organiseren. Kijk, en in Groeden met Spark, de classical band. En die gaan nu van Bach tot Beatles. Dat is ook zo gevarieerd op een zondagmiddag. En als Siconia consort die komt dan weer naar Hulst, weer terug in de basiliek. Ja. Dan gaan we intiem naar het Hof de Zanden met Rijland Trio. Dat is ook een top trio, maar gewoon intiem. Ja. In dat kleine kerkje, Hof de Zanden kerkje. Ook op een zondagmiddag. Ja. En dan gaan we weer groots en theater. Op een hele mooie locatie natuurlijk. Ja. Ja, heel mooi. Ziet uw leven, dat zie ik dan zo voor me, dat u het hele jaar door alleen maar overal naar concerten? Dat zit er wel in. Ja? Ja. Niet direct hoor, maar je krijgt natuurlijk ook veel uitnodigingen. Nu zit ik eigenlijk met de agenda tot begin november wel redelijk. Want u gaat ook wel veel dingen live kijken, of is het heel vaak filmpjes? Ja, maar ook kan je wel eens een keer samples of beelden opgestuurd hoor. Ja. En dat zegt dan ook soms ook het direct. Eerste indruk is ook wel belangrijk. Ja. Of de naam die uitrolt.
om het aan te geven, Franse chansons, die had ik vorig jaar, oktober, november. Ik dacht, god, dat zou leuk zijn voor volgend jaar. Maar in één keer komt er op televisie Franse chansons dit. Ik zeg, verrek, wat is er aan de hand met de Franse chansons? Ik dacht, nou, ik doe eens iets apart. Nee, want ik kom ook dat was natuurlijk met Matthijs van Nieuwkerk en ja, dat bedoel ik eigenlijk. Maar ik kom ook uit de periode dat je dus Richard Anthony en Françoise Hardy. Ik vond dat mooi, dan kon je mijmeren op school. En zulke dingen. En dus nu ben je in de gelegenheid. En, zei, en die Philippe Elan, ja, dat is een... Dus dat was een mooie... Ja, allemaal lekker komen dan in Porky. Ja. Dus, u bent zelf directeur, dus artistiek. Er komt eigenlijk wel heel veel van de organisatie van het festival op uw schouders. Toch wel, maar we hebben ook een heel solide vrijwilligersteam. Kijk. En een heel homogeen bestuur. Hey, dat werkt allemaal goed samen. Maar met hoeveel mannen zet je dit neer eigenlijk? De vrijwilligers die komen, tijdens het festival in actie. En ik heb maar te vragen en ze geven présence. En het bestuur, vergaderen we om de twee maanden. Nee. Hm. Dus, hartstikke mooi. Nou, we kijken ernaar uit. 7 tot en met 29 oktober, eigenlijk door heel Zeeuws-Vlaanderen te zien. Ja. We zullen onder in beeld laten lopen waar mensen kunnen zien waar er nog kaarten te bestellen zijn en wanneer wat speelt. Ja. De 20 minuten zijn echt voorbij gevlogen. Ik wil u hartelijk danken voor jammer dan maar 20 minuten. Ja, maar het is natuurlijk het is veel beter dat mensen het gewoon live komen meemaken. En ik wil je hartelijk danken voor het gesprek. Heel veel succes met de organisatie. En hoop dat je het nog vele jaren volhoudt. Het is een heel mooi festival. Zeker van zo'n hoog niveau dat we dat hier in Zeeuws-Vlaanderen kunnen houden. Het is echt iets om trots op te zijn. Dat zou ik zijn, wees er maar trots op. Ja, zeker. Nee? Dankjewel. Ja. Mensen jullie thuis, ook bedankt. Ja, gaan we bedanken voor het kijken. En we hopen u te zien bij Omroep Hulst of bij Festival Zeeuws-Vlaanderen. En tot de volgende keer. Dankjewel. Dankjewel. Tot de volgende keer.